Ja, dankjewel. Voorzitter, ja, 21 is tegen elke vorm van haat, geweld en onverdraagzaamheid. Laat ik daarmee beginnen. Als meneer Azarkan er niet de hele tijd doorheen jouwt dat hij de hele avond al aan het doen is, dan kan ik gewoon mijn bijdrage vervolgen. Wij zijn tegen extremisme, meneer Azarkan, racisme en orthodoxie. En dit debat gaat over de anti-islam sentimenten in de maatschappij. En de vraag is, wat is daarvan de oorzaak? Dat is denk ik gewoon een hele goede vraag. En dan is de lijst helaas vrij lang. Het zijn namelijk ontelbare aanslagen in Europa, buiten Europa, met tientallen en honderden doden in sommige gevallen. De moord op Theo van Gogh, bedreigingen aan docenten als ze lesgeven over begrip vrijheid van meningsuiting of als een cartoon laten zien. Iedereen die kritiek heeft op de islam, of het nou rechtsgeleerde Afshin Elian is of mijn collega Wilders, onze collega hier, heeft een beveiligingsprobleem. Joodse scholen en synagogen moeten permanent bewaakt worden. Salafistische moskeescholen waar kinderen quizjes krijgen wat er met ongelovigen moet gebeuren, zweepslagen of steniging. Een moslimpartij als NIDA, die mannen en vrouwen gescheiden wil plaatsen op de Erasmus Universiteit in een zaal. Betonblokken bij de dodenherdenking, enzovoorts, enzovoorts. De lijst is lang. En daar komen dus inderdaad anti-islam sentimenten vandaan, voorzitter. En dat kan leiden tot extremisme en radicalisme en gevaar aan de andere kant. Dat kan doorslaan. En dat kan olie op het vuur zijn. Maar geboekstaafd is inmiddels breed dat de helft van de moslims intolerante opvattingen heeft binnen Europa. Namelijk 40% van de moslims in 6 Europese landen, het is onderzocht, vindt dat men Joden niet kan vertrouwen. Onder christenen is dat 8%. 47% van die moslims wil geen homoseksuele vrienden. Meneer Azarkan, ten opzichte van 11% van de christenen. 1 op de 10 Nederlandse moslims, 1 op de 10 kan zich voorstellen geweld te gebruiken voor het geloof. En dat is niet iedereen, maar het zijn wel zorgwekkende cijfers. Ik zie dat, ja, dan wreekt zich mijn flexibiliteit ten aanzien van een paar van uw sprekers. Eigenlijk was u door uw interrupties heen, maar meneer Azarkan, ik zie een korte volgende interruptie door de vingers. Zeker, voorzitter. Als ik goed bijgehouden heb ik er nog ongeveer 3 vragen, dus ik ga graag gebruik van als u die dan compact in 1 stelt, dan hebben we een afspraak. Voorzitter, als ik de bijdrage van de heer Eertmans goed samenvat, dan zegt hij, we hebben op dit moment te maken met uitsluiting op de arbeidsmarkt. We zien dat moslims, 55% heeft daarmee te maken op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. En eigenlijk zegt hij, ja, dat hebben ze aan zichzelf te danken. Dat is hun eigen schuld. Meneer Eertmans. U heeft mij gehoord. Ik denk niet dat elke moslim kan worden aangesproken op het gedrag van anderen. Dat is precies het begin van mijn bijdrage. Wat wel begrijpelijk is, is dat er inderdaad heel veel mensen zorgen hebben over de islam en daar ook bang voor zijn. En dat is een feit en dat komt ergens vandaan. En daar gaat dit debat over. Waar is dat sentiment op gebaseerd? En dat is niet omdat mensen per definitie denken, ik moet niks van de islam hebben. Men wordt daar bang door gemaakt door dat wat men ziet en wat men hoort en uit onderzoek blijkt. En dat is denk ik inderdaad een relevant gegeven om het probleem te duiden. In laatste instantie, meneer Azarkan. Ja, dan heb ik dat goed samengevat. De heer Eertmans zegt eigenlijk, als mensen in onze samenleving gediscrimineerd zijn omdat anderen iets doen die op hun lijken, of omdat ze hetzelfde geloof hebben, dan is dat eigenlijk te rechtvaardigen, want het is de schuld van die anderen. En dat is nu eenmaal zo. Maar vindt de heer Eertmans nou werkelijk dat mensen die uitgesloten worden van een stage, dat die geen kans krijgen op een baan, of dat ze een woning niet kunnen vinden, dat dat gerechtvaardigd wordt? Of ziet de heer Eertmans dat we daar als politici, maar ook als kabinet, een rol hebben om dat aan te pakken, omdat dat namelijk in strijd is met artikel 1 van onze grondwet? Absoluut. Of is het gewoon eigen schuld, dikke bult? Nee. Dan had je maar een ander geloof moeten kiezen, of je had maar andere mensen moeten kiezen, of mensen in andere landen hadden geen aanslag moeten plegen. Hij begon over Pim Fortuyn, dat was overigens geen moslim. Daar begon ik helemaal niet over. Moord over Theo van Gogh. Ja, daar had ik het over. Ja, goed blijven luisteren. Ja, meneer Eertmans, ja, absoluut, van eigen schuld, absoluut dikke vinden wij dat. Absoluut willen wij daar werk van maken. Absoluut. En dat zijn ook heel veel debatten die daarover gaan en dat volgen wij. En het eerste wat ik zeg is notabene, wij zijn tegen discriminatie. Iedereen die wordt uitgesloten omdat hij iets gelooft, iedereen die wordt uitgesloten aan de kant gezet omdat hij een moslim is, is fout, is klaar. Alleen als u mij vraagt, waar komt nou het sentiment vandaan? He, dat mensen denken, nou die islam, en dan hebben we het niet eens over individuele moslims, maar wel over het fenomeen islam. Daar zijn we een beetje bang van. Daar hebben we zorgen over. Dat leeft namelijk in de huiskamers. Inderdaad, Fortuyn, u noemt hem zelf, was daar nogal vroeg bij, inderdaad. Misschien na Bolkestein en anderen. Om te zeggen, van daar zit een probleem. Mensen voelen dat. Dat sentiment er is. En dan is inderdaad misschien de PVV, meneer Wilders, ook groot door geworden. Dat kunnen we gewoon vaststellen, toch?
Nou, als we dat met elkaar vinden, dan moet je niet eenzijdig zeggen, ja, maar iedereen die gediscrimineerd wordt, komt door rechtsradicalen die vinden dat islam een probleem is. Heel veel mensen hebben moeite met de islam, inderdaad, maar het is nog steeds absoluut geen grond om mensen op individuele gronden te zeggen, jij hoort hier niet, of jij krijgt die baan niet, of je mag hier niet naar school. Totaal fout. Vindt u mij aan uw zijde? En gaat u daar nou, dan zeg ik via u, voorzitter, gaat JA 21 daar nou iets aan doen, of zien we hier de oud-wethouder, de heer Eertmans, die juist in Rotterdam dat sentiment verder ging invullen door te zeggen, ik wil in deze straat wil ik geen islamitische slagerijen meer, want daar sluit ik gewoon de ruimte voor qua vergunningen. Dus ik ga zelf dat in de praktijk brengen. Of zegt de heer Eertmans, ik ga daarmee verder, want ik zet in mijn verkiezingsprogramma een aantal niet-rechtsstatelijke oplossingen waarmee ik mensen met een islamitische achtergrond of asielzoekers die moslim zijn anders behandel. Hoe brengt de heer Eertmans dat in de praktijk? U blijft doordenderen op wat u prettig vindt. Dus heel veel olie overal op neer, op voetjes gooien en te hopen dat mensen daarin gaan trappen. Kijk, wij hebben inderdaad gepleit voor diversiteit in Rotterdam. En dan zeg ik even, dat was mijn tijd in mijn wethoudersrol. En dat was vroeger iets wat u misschien aansprak. Maar inderdaad vind ik het zaak, als je een straat hebt met 5 belwinkels en 3 shisha lounges, dat je daar ook eens een Nederlandse groenteboer tussen kan zetten of een bakker. Dat vonden wij, en dat was trouwens in een college met de collega Belhaai van D66. Dus dat kan verkeren. Hebben wij gedaan inderdaad, hebben we voorgesteld. Ik denk dat dat goed is. Er zit totaal geen islamofobie aan vast of een haat tegen mensen. Het ging erom dat je mensen ook in een wijk probeert een diverser aanbod te geven bij de winkelstraten. Dus ja, u probeert alle dingen aan vast te knopen. Wij zijn zeker bereid op allerlei manieren om te kijken hoe je mensen tot hun recht kan laten komen en kan waken voor mensen die worden uitgesloten op basis van hun huidskleur of op basis van hun geloof. Iedereen moet geloven wat hij wil. Maar dit debat gaat daar helemaal niet over. Dus we kunnen daarvoor uit de tent lokken. Het gaat erover, waar komen nou die anti-islam sentimenten vandaan? En daar heb ik mijn bijdrage op gericht. En dat is absoluut één kant van het verhaal. En de tweede kant is van, wat doe je met mensen die daardoor de dupe zijn, terwijl ze daar helemaal niks aan kunnen doen? Terecht punt. Nou ja, daar gaat u mij nu niet van zeggen, Joost of Eertmans, daar hoor ik je niet over. Daar gaat u onzeker over worden. Ja? Ik ben geneigd te vragen of u inbreng verwacht. Ja, ik ben bijna zover. Ik wou nog één ding zeggen over het rapport islamofobie. Fobie staat omschreven als een ongefundeerde, ongemotiveerde vrees. Maar dat is dus net niet het punt bij islam. De vrees voor de islam, want dat is juist wel, denk ik, gegrond op basis van beelden, wat ik net zei, onderzoeken. Dus dat wil ik graag een reactie op van de minister. Vindt de minister nu de angst voor de islam ongegrond? Hele, denk ik, eenvoudige vraag. Misschien wilt u daarop ingaan. Tot slot, voorzitter, JA 21 heeft dus, zoals gezegd, niets tegen individuele moslims. Iedereen die zich kan vinden in Nederland, die daar zijn rol wil spelen, die wil meedoen, dan ben je volwaardig deelnemer en onderdeel van onze samenleving. En als we dat willen begrijpen, daar hebben we, denk ik, meneer Azarkan, en denk totaal niet bij nodig.